Dus we starten met een slaatje van rode biet, appel. En daarop komt er falafel. Die heb ik al gebakken en zit hier nu eigenlijk ja, wat te drogen. Zodat ik geen vet moet gebruiken om ze in te bakken. En dan als hoofdschotel kipfiletje met wat gedroogd fruit. Klein beetje leukse siroop. En daar zit één leffe in. Dat komt op een kipfilet. Samen met de gnocchi. Dus vrij veel koolhydraten, aardappel. En ook weer weinig vetstof. He. Bij de kipfilet geef ik nog wat extra broccoli. Wat gegrilde pompoen. Pompoen gegrild met thyme. En een beetje honing. En dan als dessert geef ik een cheesecake van Philadelphia. Met frambozen. Het is sowieso een paar voorwaarden dat je moet aan voldoen. Je moet vooral veel eiwitten gebruiken, proteïne, eiwitrijk vlees, vis, in dat geval vanavond kip, maar vrij veel koolhydraten. En we hebben nu sinds kort ook een app daarvoor dat we hanteren, waar dat ik constant al mijn gerechten insteek, zodanig dat ik ook zicht heb dat een renner voldoende koolhydraten binnen heeft, voldoende eiwitten en het minimale percentage aan vet. Dus het is eigenlijk een evenwichtsoefening, maar dat lukt vrij goed.